Yo, wat op, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een nieuwe haircut tutorial, een blonde coupe. Voor deze video heb ik de Wall Magic Clip gebruikt en een aantal reuzelproducten, maar die zien jullie terug in de video. Vergeet deze video niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, dan ben je altijd op de hoogte van mijn nieuwste video's. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door salontoppen.nl. Bedankt voor alle producten, vind alle informatie in de beschrijving. Thanks and let's go! Oké, dit is het begin van de kapsel. Wat ik altijd als eerst doe, ik maak de haren wat nat en dan kam ik het in het model zoals de persoon het eigenlijk zijn haren eigenlijk normaal niet draagt, alleen dan is het nu wat langer. Dan beginnen we met scheren. Ik gebruik de Magic Clip en ik gebruik kammetje 3 met de messenblad dicht. Dat doe ik als eerste. De eerste basislijn die ik creëer is om zoveel mogelijk haar, zoveel mogelijk bulk weg te halen. Zodat we een overzicht hebben waar we naartoe kunnen werken. En de onderkant wordt natuurlijk een stuk korter, omdat daar de overloop zal plaatsvinden. Daarna pak ik kammetje 1 en ga ik de onderkant zo kort mogelijk creëren. Daarin creëer ik eigenlijk mijn kortste basislijn als eerst. Hij wil het niet extreem kort, dus dat doen we dan ook niet. En dat doe ik eigenlijk geheel rondom het hoofd. Probeer eigenlijk al, zoals je ziet, een soort van wippende beweging continu te maken, waardoor je minder snel een harde lijn creëert voor de volgende overloop. Wanneer je de messenbladen eerst dicht hebt gedaan, moet je daarna ook weer open doen. En dit is al een manier waar je eigenlijk continu moet gaan spelen. Hoe ver doe ik de messenbladen open? Hoe valt zijn haar? Valt het direct naar beneden? Steekt het uit? En dat is een kwestie van dat je dat heel vaak moet proberen. En kijken eerst wat langer, misschien een langer kammetje te gebruiken, zodat je ziet hoe het haar valt. En daarna ga je steeds korter. En zo laat je de eerste lijn makkelijk overlopen naar de volgende. Nu pak ik kammetje 2 en ga ik eigenlijk langzaam werken naar de 3 die ik als eerste heb gecreëerd om de zoveel mogelijk haar weg te halen. En dat doe ik exact hetzelfde rondom het gele hoofd. En daarin moet je ook gelijk al een beetje spelen met een wippende beweging met je tondeuzen. Zodat je niet weer een harde lijn creëert, maar dat je eigenlijk weer een mooie overloop aan het maken bent naar, naar het volgende kammetje. Om er 100% zeker van te zijn dat we, dat we geen randen overlaten, pak ik altijd nog eventjes kammetje 1,5. Dan is het belangrijk dat je alle kammetjes hebt. En dan ga je eigenlijk richting die 2 werken en haal je eigenlijk alle mogelijke donkere stukken die je nog ziet, dus donkere lijnen, die haal je dan direct weg. Wat je daarna doet is je pakt de tondeuse, je zet er geen kammetje op. En je doet de messenbladen open, dan ga je eigenlijk de onderkant van de bakkenbaren rondom de oren en in de nek, ga je eigenlijk net iets korter doen dan kammetje 1. Dit zorgt ervoor dat je gewoon net iets frisser gevoel hebt van de coupe. En dan ziet het er net iets strakker uit, ook wanneer je de contouren straks moet doen. Dan komen we bij het knippen van de bovenkant van het haar. Ik heb het eigenlijk uitgelegd in de vorige tutorial. Wat ik doe is ik pak de zijkant van het kapsel. Daar creëer ik eigenlijk net zoals ik met de tondeuse doe een basislijn. Deze basislijn die trek ik dan door helemaal naar achteren door. Zodat ik dezelfde lengte heb als de voorkant die ik als eerste heb geknipt. En wanneer ik dat heb gedaan aan de zijkant, trek ik hem door vanaf de voorkant. En dan weet je zeker dat de bovenkant gewoon helemaal gelijk is. Nou, om de zijkant, zoals je ziet, daar zit een hele harde lijn in. En wat ik dan doe is, ik pak eerst allereerst de uitdunne schaar om zoveel mogelijk het dikke haar eigenlijk te verwijderen. En daarna pak ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk rondom het gele hoofd, voornamelijk de zijkanten. En dan pak ik eigenlijk mijn tondeuse en dan doe ik mijn kam omhoog, kantel ik de kam ietsje en dan kan ik precies zien welk haar nog uitsteekt en dan haal ik dat weg met mijn tondeuse, zoals je ziet. Dan komen we aan de andere kant van het hoofd. Daar heb ik de kabel nu gezet. Dan heb ik ook wat meer licht. En dan ga ik eigenlijk eventjes nalopen of alles gewoon egaal is. Of de overloop op de juiste manier is. Dan pak ik even de kammetjes. En dan ga ik eigenlijk rondom het gele hoofd even alles na. En dat doe ik eigenlijk altijd met alle kammetjes. Dus nu zie je me ook kammetje 1 pakken. En dan speel ik eigenlijk met de messenbladen waar ik zie. Waar ik nog donkere plekken zie op het hoofd, ga ik daar echt lichtelijk mee spelen met de messenbladen open en dicht en iets dichter, iets opener. En dan om ervoor te zorgen dat volledig de donkere vlakken en de basislijnen die ik als eerste heb gecreëerd, dat die verdwijnen.
Zoals ik al aangaf in het begin, pakte ik eigenlijk de onderkant deed ik met de mesbladen open. Dus daardoor worden de haren extra kort. En wat ik dan eigenlijk alleen nog hoef te doen met mijn Endless Full Shaver, is de randen aan te tikken. En dan krijg je eigenlijk exact hetzelfde effect als dat ik een mesje pak en je contouren doe in je nek en bij je bakkenbaren. Voor de rest van het hoofd bij zijn voorhoofd is het vaak wel noodzakelijk dat ik een mesje gebruik. Maar voornamelijk voor de rondom de nek en bij de bakkenbaren is het prima te doen om een Endless Full Shaver te gebruiken. Dan heb je eigenlijk exact hetzelfde effect. En het is een stuk veiliger. Dan pak ik mijn mes en dan trek ik eigenlijk zijn hoofdhuid wat strakker. En dan ga ik met het mes langs zijn hoofd heen en dan tik ik eigenlijk zijn haargrens aan. En op die manier krijg je gewoon hele strakke contouren. En dat doe je eigenlijk geheel rondom het hoofd. Kijken waar je het kan doen. Ik gebruik het vaak eigenlijk rondom het voorhoofd en bij de bakkenbaarden. Want in de nek kan je het ook doen als je dat zou willen. Maar het is veiliger om het gewoon wat korter te scheren met de Magic Clip. En uiteindelijk de Endless Full Shaver te gebruiken om daadwerkelijk alle kleine haartjes weg te halen. Als finishing touch probeer ik altijd het haar te stylen. Voor deze coupe heb ik de Reusel Extreme Hold Matte Pomade volgens mij. Extreme Hold Matte Pomade, ja, gebruikt. Dit breng ik eigenlijk aan in zijn gehele coupe. Dus voor ook tot op de wortel van het haar, zodat het eigenlijk helemaal in het haar zit. En daarna breng ik het met de kam volledig in model. En op deze manier ziet hij zelf ook hoe hij zijn haar kan kammen of hoe hij het product kan aanbrengen. Je kan je haar natuurlijk altijd stylen met een gewone kam, maar hiervoor heb ik eigenlijk, zoals je nu ziet, een gewone kam gepakt. En daarna pak ik eigenlijk een wat groffere kam, zodat je eigenlijk wat meer model in je haar kan aanbrengen, zodat het net lijkt alsof je gewoon heel nonchalant je haar hebt gedaan met je handen. Om 100% zeker te weten dat zijn haar goed blijft zitten, gebruik ik nog de hairspray, de 1821. En het is een extreme hold, maar ook super gemakkelijk uitwasbaar, net zoals de Reusel producten. Dus je hebt geen vet haar meer en was je het eigenlijk heel makkelijk uit. Ja, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ben je altijd op de hoogte van mijn nieuwste video's. Bedankt voor het kijken en tot later.